gasten aan de tafel en voor een heerlijk kookidee. Laat je informeren door alle items die je ziet en alles wat mee langs lokaal je biedt. En alles wat mee langs lokaal je biedt. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe Mélange Lokaal. Het is de eerste van het nieuwe jaar en we hopen weer een mooie programma's te gaan maken dit nieuwe jaar, Caroline. Het seizoen is nog maar net begonnen, hè? Absoluut. Wat gaan we doen? We gaan het hebben over onze wijkregisseur. Sinds de fusie hebben we er een paar gekregen, maar wie zijn ze en wat doen ze? We gaan het ook hebben over een spreukenboek van het Katwijkse dialect. Het bloemetje, we gaan koken, we hebben zang van Marja Wever. En we hebben een integratieve therapeut. Ja, je mocht er even over doen. Integratieve therapeut. Psycholoog, maar dat gaan we straks allemaal vragen natuurlijk. Ja. Dat hebben we ook nog. Ja. En we gaan het hebben over het Katwijks. Katwijks dialect. Ja, maar kunnen wij dat wel? Nee, dat kunnen wij niet. We moeten het ook niet proberen. Nee, hè? Nee, we moeten het ook niet proberen. Nee. Maar we gaan eerst eens even kijken naar dat spelletje van de vorige keer. Wij vroegen toen aan u, wat is dit en waar staat dit? En dat was echt niet moeilijk, want er zijn zoveel inzendingen gekomen. Nou, u ziet het nu nog een beetje golvend. Natuurlijk is dat prachtige vissersmonument wat staat aan de boulevard. We hebben heel veel inzendingen gehad en de winnaar die naar Tripodia mag naar een... voorstelling van zijn of haar keuze, dat is de familie Meivogel, Sluisweg 54 in Katwijk. Van harte gefeliciteerd en we wensen u natuurlijk een hele fijne avond toe of middag daar in Tripodia. En dat nieuwe spelletje, dat heeft alles te maken met het volgende onderwerp wat we gaan bespreken met de heer Van der Marel en meneer De Vink, Leende De Vink. Welkom, want we gaan het met u hebben over het Katwijks dialect. Is dat nou wel een Katwijks dialect of is het nou een taal? Meneer De Vink. Het is natuurlijk een dialect, maar het is eigenlijk ook een taal, omdat er zit zoveel in. Er zit heel veel grammatica in, er zitten verkleinwoordjes in die bijzonder zijn. Hekje, hekjes zeg je in het Katwijks, of huisje, huisjes. Ja. Er zit een meervoudsvorming in die is bijzonder. Dus het zijn niet alleen maar losse woordjes, maar het is net als een taal alles. Het zijn 124 uitdrukkingen en gezegdes in het Katwijks dialect. Was dat moeilijk om al die uitdrukkingen te vinden? We hebben inmiddels een heel groot bestand voor ons Katwijks woordenboek wat we aan het maken zijn. En daar halen we toch heel makkelijk heel veel uitdrukkingen uit. We zouden zo een tweede boekje kunnen maken. Dus eigenlijk zijn er eigenlijk nog veel meer uitdrukkingen. Ja, je kunt zeggen de bronnen van die uitdrukkingen. Nou, in de eerste plaats uit de eigen waarneming natuurlijk. Ja. Want ik ben een... Ik hoor het aan de way, hè? The way. Ik ben opgegroeid in een Katwijks gezin. Ja. Dus uit die hoofd heb ik natuurlijk ontzettend veel uitdrukkingen in kunnen brengen. Maar daarnaast beschikken we ook over verzamelingen. Dus schriftjes die mensen vroeger gemaakt hebben en waar... tal van zaken in staan, complete bloemlezingen over allerlei zaken. Die hebben we ook verwerkt. En een andere bron, dat is nog steeds wat er nog steeds binnenkomt via de mail of via de telefoon. Komt er regelmatig gewoon... Ja, het wordt wel een stuk minder, dat is wel zo, maar... Er komt nog regelmatig er binnen. Verdwijnt die Katwijkse taal niet een beetje, want... De kinderen, praten die echt nog Katwijks? Want op school mag je natuurlijk geen moedjekeurig ABN spreken. Ja. Dus verdwijnt het? Ja, het verdwijnt echt. En ik schat het nu dat ongeveer zo'n 2.000 à 3.000 mensen, even ruim schattend, het nog spreken. Ja. Maar het aardige is dat, en daar kom ik op dit boekje, het aardige is dat het niet tot dat publiek beperkt is... Maar dat ook de generaties die het eigenlijk niet meer spreken, maar die het vroeger gehoord hebben van opa, oma enzovoorts, die vinden dat boekje ook leuk. Ja, en dan wordt het ook doorgekocht. Ja. En daarom is er een tweede druk. Maar het wordt dus niet meer van vader en moeder op kinderen weer doorgegeven? Dat heb je dus niet meer? Je hebt dat nog wel. Maar ik moet zeggen, de school en de vriendjes, de invloed van de vriendjes, et cetera, vriendinnetjes...
die is toch echt wel heel, heel groot geworden. Ook al spreken vader en moeder dan allebei Katwijks. Die invloed die is veel groter. En het gaat echt weg. Ja. Dat is meneer De Vink, u heeft ook zich echt verdiept in die Katwijkse taal, want u heeft erop gestudeerd. Ja. En waarom was dat nou? Is dat nou zo interessant om daar je studie aan te wijden? Nou, ik ging gewoon als Katwijker Nederlands studeren en daar bleek ook een vak dialectologie te bestaan. Oh? Ik denk, nou, daar ga ik gewoon mee verder. Van schoenmaker blijf bij je leest. Ja. Waarom zou je iets heel anders gaan zoeken? U bent geboren Katwijker, hè? Ja, ja. En ik dacht gewoon, nou, ik ga het Katwijks bestuderen. Dat is dichtbij en dat begrijp ik als mensen iets zeggen. Idioom, zeg maar. Ja. Speciale uitdrukkingen. Ja. En dan kan je dus dan als Katwijker ook het beste bestuderen. Ja. Want u bent ook de man die, voor de mensen even duidelijk te maken, bent de man die altijd, Kappie van Bert van Meij, daar voorziet u altijd de tekst van. Ja, ja. Elke week belt u me op en dan praten we even 5 minuutjes en dan weet ik ook weer alles wat er speelt, want Bert krijgt dat dan weer door van de krant en dan Want spreken is totaal is anders dan schrijven, want dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Ik kom niet verder als Spreken gaat natuurlijk het makkelijkst als je gewoon tussen echt van die kattekers zit. Ja. Dan pak je dat zo op. Ja. Maar en schrijven is ook moeilijk natuurlijk. Oh, ja, dat was het spreukenboekje. Daar komen we zo nog even op terug wat betreft de prijsvraag. Ja, want dat gaan we weggeven, heb ik begrepen. Ja, we gaan ook alleen mogelijk een boekje weggeven. Maar we gaan het even hebben over dit bomschuitboek. Ja, wat is hier nou zo bijzonder aan? Nou, het bijzondere daarvan is dat dat is het oudste handschrift, gaat het over. Wat door een Katwijkse bomschuitschipper is geschreven. Ja. En het is van 1780. Dus dat is de vroege bomschuitentijd. Nadat er pinken geweest waren, kregen de bomschuiten. Ja. En een Katwijkse schipper heeft daar 2 verhalen over opgeschreven. Dat lag lange tijd in een kluis in de Universiteitsbibliotheek in Leiden. Mm-hmm. En het ligt nu tijdelijk in het museum in Bruikleen tot 26 januari nog te zien. Dus nog een week, dan kunnen ze dat bekijken? Het origineel, dus echt, dan kijk je mee over de rug van zo'n schipper, die heeft dat opgeschreven. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja. En in het boek is dat hele handschrift gefotografeerd. En jullie hebben dat weer naar hertaling bijgemaakt. Dus in normaal Nederlands kan je het lezen. Ja. Ja. En eronder staat dan ook de echte transcriptie, wat je daar ook nog op dat handschrift ziet. Ja, het mooie is ook in dat handschrift dat die man die zat eigenlijk een beetje in een spagaat. Die wilde Nederlands schrijven. Ja. Maar er zitten ook heel veel Katwijkse woorden in, die heden ten dagen nog precies hetzelfde zijn. Dat is een voorbeeld. Weet je zo'n voorbeeld te noemen? Ik zou het zo direct niet. Dan moeten we gewoon even naar het handschrift kijken. Maar wat is nou zo typisch aan het Katwijkse dialect? Die way? Praaien misschien, praaien. Is dat die way die de mensen zo uitspreken? Ja, de way en de e. Oh, de e. Oh ja. Nef. Want is er dan ook nog een beetje een verband tussen Rijnsburgs? Ik weet dat Valkenburgers een dialect hebben, maar Rijnsburgs wel. Alhoewel, dat hoor je ook zoveel niet meer. Is dat een beetje? Bij Katwijk binnen gaat het al een beetje anders worden, hoor. Dan krijg je uit het Hollands. Okay. Daar zeggen ze hebby in plaats van hebje. Ja, En hunly. En Hully, ook wel eens. Hully. Hully en Hully. Ja. Ik vind het geweldig. U bent onder een paar weken geleden, heeft u de eer de legpenning gekregen van de gemeente Katwijk voor al uw werk. Ja. Toen zei de burgemeester, iemand die hier komt wonen in Katwijkzee, die kan dat ook zo overnemen. En dat, volgens mij dat klopt wel. Hè? Dat als je er zo in... Ja, als je een beetje je best doet, moet dat wel lukken, hoor. Ja? Dan lukt dat wel, ja. Hè? Gaan we weer allemaal katters praten. We gaan even terug naar het spreukenboekje. Ja. We gaan een prijsvraag doen. En dat moeten jullie maar uitspreken. Wij willen van u weten, wat betekent deze spreuk? En dan mag u het zeggen. Wat hadden we ook weer? In een bos wezen. In een bos. Ja, dan lekker voor Katwijks, even, hoor. Even goed Katwijks. Goed Katwijks? Ja. In een bos wezen. In een bos wezen. In een bos wezen. In een bos wezen. Als u weet... En dan willen we ook dat Rijnsburgers dat gaan doen. En Valkenburgers, stuur in. Want dan kunt u dat leuke spreukenboekje winnen. Ja, dat is een leuk boekje. Dat is een heel leuk boekje. Stuur uw kaart en mail en sms ons. Dat heb jij keurig opgeschreven, want dat is jouw taak. Zal ik dat even noemen? Postbus 300 2220 AH in Katwijk. Of een mailtje naar melangelokaal@rtvkatwijk.nl. U kunt ook sms'en. Dan toetst u in het woord win, een spatie, de letters ML... een spatie en dan het antwoord. En dat doet u naar sms nummer 3010.
Nog even tot slot, hoe kunnen we het Katwijkse dialect behouden? Ja. Praten natuurlijk, maar... Praten, ja. Door het vast te leggen. Ja. Hè, ja. Wat wij samen gaan doen, dat woordenboek, dat komt dit jaar hopen we dat rond te hebben. Ja. Ja. En wat Leendert af en toe doet... Cursusje, zo hier en daar. Ja. Oh ja, ja, dat doet u ook. Ja. Oh, oké. Maar komt er nou, dit zijn 144, komt er nou nog meer uitdrukkingen uit in de toekomst? Behalve het woordenboek? We zouden best nog wel eens zo'n boekje kunnen maken. Deel 2. Ja. Want naast, en ja, we kunnen erover blijven praten, hebben we natuurlijk het Katwijkse Stratenspel. We hebben, is er ook een kwartet? Kwartet hebben we ook eens gehad. Stratenspel hebben we ook een keer hier aan de andere. Ja, van Bert heeft dat toen gemaakt. Ja. Het blauwe boekje, zeg maar, het grammatica. Een puzzel hebben we. Een puzzel. Dus er is toch aardig wat over Katwijk. Ja. Ja. Ik vind het heel leuk. Dus, nou, we komen nog een keer zo meteen terug over die spreuk. We zullen nog een keer in ons beste Katwijk, zullen we dat weer over die tafel gooien. Wat was het nou? In een bos? In een boswezen. In een boswezen. Wat betekent dat? Ja, goed. Hartelijk dank voor jullie komst. Erg interessant. We kunnen hier nog heel lang... En wie weet is het misschien wat voor jouw programma? Ja, wie weet. In gesprek met... Gaan we daar nog zeker wat je weet dieper het nooit. Op in. Dank voor die komst. Oké, graag gedaan. En wij duiken weer de keuken in, want onze kok Pieter van Klaver heeft weer een heerlijk driegangen diner voor u bereid. Goedemorgen allemaal. Zo, vandaag gewoon een lekker minuutje koken. Beginnen we met een voorgerecht met makreelsalade. Hoofdgerecht een wrap met vulling van gehakt en guacamole. En als nagerecht kletskoppen met vanilleijs en warme karamelsaus. Nou, we beginnen met de makreelsalade. Makreel, die heb ik alvast geplukt. Dus het graadje, voorzichtig met de graten, die helemaal eruit gelaten. Nou, doen we in een bakje. Wat crème fraîche erbij. Wat komkommer heb ik geschild, zaadlijstje eruit, mooie stukjes, ook erbij. Wat limoensap. Wat peper. Ietsje zout, niet te veel, want die makreel is natuurlijk al gerookt en is al wat zouter. Klein tikje olijfolie. Nou, door elkaar mengen. Beetje met beleid. Mooi als het door elkaar gemengd is. Pak mijn bord. Stekertje erbij. Toosje erbij. Groen erbij. En we kunnen aan tafel. Nou, dat gaan we zeker doen. Pieter, dankjewel. En we zien jou nog twee keer terug, hè? Ja. We zien hem nog twee keer terug. Heb jij trouwens, het is een nieuw jaar. Heb jij nog goede voornemens? Ja, die heb ik het hele jaar door. Ja. Ik begin niet op 1 januari. Nee, maar veel mensen doen dat. Ja. Ja. Iedere dag begin ik weer. Maar wat zijn dat dan, jouw goede voornemens? Ja, een beetje goed sporten en een beetje afvallen. En iedere dag begin ik ermee. En om 12 uur heb ik het alweer gehaald. Ja, maar sporten dat is toch, dus niet waar. Sporten doe je gewoon elke week het hele jaar door. Ja, daarom. Ja, jij ook, hè? Ja, heerlijk. Ja. Maar goed, we hebben iemand aan tafel die ons kan helpen als het niet lukt. Mirjam Bosje, welkom. En jij bent, want ik vroeg eerst, ben je nou psycholoog of psycholoog? Nee, ik ben een integratieve therapeut. Ja, het woord integreert mij. Wat is dat, integratieve therapeut? Nou, een integratief psychotherapeut die bekijkt zeg maar, het mens vanuit zijn geheel. Dus niet vanuit één invalshoek, niet alleen vanuit het gedrag of vanuit het gevoel. Zo heb je bijvoorbeeld een gedragstherapeut die benadert de problematiek vanuit het gedrag. Nou, een integratieve psychotherapeut die kijkt naar het sociale, naar het emotionele, naar het gedragsmatige. Is heel breed eigenlijk. Is heel breed en probeert aan te sluiten zeg maar, bij waar de cliënt... op dat moment zijn eigen klacht vanuit verklaard. Ja. Dus het is eigenlijk overstijgend boven allerlei eenrichtingstherapieën. Nou hebben we jou uitgenodigd, hè? Ik had het met Caroline erover, dus goede voornemens. Mensen beginnen eraan,
Maar laten we dat dan weer snel, of het wordt weer snel minder, of ze stoppen ermee. Hoe kan dat? Ja, er is niet direct een eenduidige verklaring voor waarom mensen ermee stoppen. Een van de redenen is wel dat mensen zich af moeten vragen in hoeverre ben ik zelf gemotiveerd om er daadwerkelijk een verandering in aan te brengen. Wil ik die verandering zelf of wordt het me eigenlijk door de buitenwereld opgelegd? Ja. Zoals jij zo mooi zei van ja, ik wil gaan afvallen. Ja, wil je zelf heel graag afvallen? En dan noemen we dat eigenlijk, ik ben intrinsiek gemotiveerd. Of is het omdat mijn man of de buurvrouw vindt dat ik te dik ben? Ja. Nou, als je het daarom doet, ben je eigenlijk buiten jezelf extrinsiek gemotiveerd. En dat houden mensen vaak niet vol. Want je hebt wel invloed op jezelf, maar je hebt geen invloed op wat er buiten jou gebeurt. Dan zeggen ze, 1 januari stop ik. Maar dan komen al die nieuwjaarsrecepties nog. Je hebt vast nog wel een verjaardag. Ja. En dan gaat het gauw zo natuurlijk. Dat is natuurlijk. Daarom denk ik, waarom? Ik begrijp dat natuurlijk wel 1 januari. Maar het is toch eigenlijk belachelijk dat je pas 1 januari daarmee begint. Je kan toch zeggen, nu wil ik afvallen, dus nu. Waarom dan specifiek 1 januari? Waarom die 1 januari? Nou ja, blijkbaar is 1 januari is een geschikte periode om de balans op te maken. Om eens te gaan kijken van wat is er het afgelopen jaar goed gegaan? Wat is er minder goed gegaan? En wat wil ik eigenlijk veranderen? En zo'nzelfde periode zie je ook vaak als mensen een grote vakantie hebben gehad. Ja, of precies. Ze zijn in de grote vakantie bezig. Zijn ze nou na de vakantie? Ja klopt. En ja. Blijkbaar is het een moment waarin mensen meer tot rust komen. Meer de gelegenheid krijgen om te reflecteren of om terug te kijken naar hoe het nou is geweest. En daarom maken ze op dat moment dit soort keuzes. Maar je hebt gelijk, het zou ook na de grote vakantie precies. Of na een wat langere periode dat mensen het wat rustiger hebben. Ja. Maar het is vooral belangrijk dat mensen de tijd en de rust hebben om eens even terug te kijken, om de balans op te maken. Ja. Dus ik denk dat daardoor mensen zeggen 1 januari of na de grote vakantie. Ja. Kun je ook handvaten of wat ideeën geven aan de mensen die zeggen van ja, ik ben begonnen met afvallen, met sporten of weet ik veel met wat. Stoppen met roken. En na 3 weken, want we zitten nu al 3 weken in januari, dat gaat me niet lukken. Kun je dan bepaalde tips geven aan de mensen van denk daar eens aan of je moet het zo doen? Nou ja, wat vooral belangrijk is dat je hebt een plan, maar mensen maken het niet concreet. Dus wat wij altijd zeggen van, weet je, ga het smart maken. En dus neem in ieder geval niet te veel goede voornemens. Dus zoek een specifiek doel wat je wil hebben. En doe het 1, maar zeker niet meer dan 2 goede voornemens. Denk eens na over hoe je dat dan wil doen. Wat zijn je acties? Hoe ga ik dat probleem dan aanpakken? Hoe ga ik bijvoorbeeld aanpakken dat ik wil afvallen? Wat ga ik daar dan voor doen? Ga ik naar een diëtist? Ga ik 3 keer in de week naar de sportschool? Zorg ik dat ik 1 keer in de 14 dagen bij een counselor of een coach of een therapeut kom, zodat ik het kan bespreken? Dus dat blijft vaak achter. Hoe mensen het in actie kunnen brengen. Dus als je wel een houtje doet, dan gaat het wel heel snel. Ook. En of mensen doen maar, beginnen maar doen maar wat. Ze hebben het idee en wij zeggen wel eens van, we foppen onze hersens ermee. Want ik ga vooral tegen iedereen vertellen wat ik allemaal ga doen. Ja, en dan krijg ik allemaal positieve reacties. En dan heb ik al, mijn motivatie is al een soort van weg. Want ik ben al blij. Dan zeggen ze mij, dat is toch helemaal niet nodig? Dan denk je, yes! Ja. Dus je motivatie die zakt dan eigenlijk een beetje. Ja. Maar dan hebben we het precies. Weer over die extrinsieke motivatie. Als de rest maar buitenom zegt dat het allemaal niet nodig is. Nee. Wat zou ik dat dan doen? Is waar. En dan is de vraag, wil je het ook eigenlijk wel echt? Ja. Maar belangrijk, daar begon je eigenlijk mee, is dus niet wat denkt de buurman, de buurvrouw ervan, of mijn man of vrouw. Ik moet het zelf. Dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat je zelf iets wil veranderen, want daar heb je namelijk invloed op. Alles wat buiten jou omgebeurt, daar heb je heel weinig invloed op. Dat begint bij jezelf. Ja. Dus, en waarom valt het soms ook tegen, is als mensen, soms gaat het niet om het afvallen, maar zit er eigenlijk een problematiek onder. En dan is het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld naar een integratieve psychotherapeut gaat of naar een psycholoog gaat, die je kan begeleiden om te onderzoeken wat is dat nou eigenlijk. Dan eerst die problemen probeert hij eruit te halen. Ja, pas en dan als kan dat je pas er eigenlijk is, want mensen zijn zich soms niet bewust waarom het niet lukt en dan vervallen ze in het oude patroon. Ja. Precies wat je zegt van, na 3 weken, dan zit ik weer in hetzelfde. Ja. Nou, we hopen dat we toch de mensen wat tips hebben kunnen geven. En
Ja, en wees vooral vriendelijk voor jezelf. Maak een haalbaar doel. En ik beloof me elke doel dag. Wat zo hoog is. Ja, weet je, dat ik is moet, waar, ik is moet waar. Over een week 5 kilo afgevallen. Ja, nee, dat, ja, dat is niet haalbaar. Nee, dus, dan, ja. Ja. Dus vooral realistische doelen. Niet te veel, het liefst 1. En wees vriendelijk voor jezelf. Ja. Altijd. Goeie tips. Mirjam Bosje, integratieve therapeut. Dank voor je komst. Ja, leuk. Heel dankjewel. Leuk dat je bedankt ja. voor het aanwezig Nou, wie zijn. Weet hebben we je nog eens een keer nodig, want het is altijd wel leuk zulke ja, onderwerpen. Ja, dit soort ja, een beetje diepgraven begin van het jaar, dat moet even kunnen. We gaan naar een spelletje. Ja. En wij willen graag weten, we hebben het over het Kattex spreukenboekje ja. gehad. Wij willen graag weten, wat betekent de spreuk? Nee, doe jij, zeg jij dan oh, maar. Oh, in een boswezen. In een boswezen. Ja, in een boswezen. Dan kunt u... Dit leuke boekje winnen. Dus u stuurt uw antwoord naar postbus 322 AH in Katwijk. Of een mailtje naar melangelokaal@rtvkatwijk.nl. Of even een smsje naar sms nummer 3010. U toets in het woord win, spatie, ml, spatie en dan het antwoord. Nou, moet lukken, moet lukken. Ja. Wij reiken ook iedere keer weer een bloemetje uit. En Marcel is volgens mij deze keer naar Valkenburg gegaan. De vorige keer waren we op de Varkenvissenstraat. Mevrouw gooide een pijl, dat was vorig jaar. Hè? En nou, hij is hier terecht gekomen in de, even kijken, Valkenburg. Hier zit, ja, nou ja, we gaan even kijken. Het zal een hele klus worden, want hij zit midden in een heel groot terrein. Dus we gaan zoeken waar die is. Nou, ik moet even zoeken naar die pijl. We zitten op een heel groot terrein hier. Daar in de verte, daar ziet u de kerk van Valkenburg. En, oh, nou, ik loop hem bijna omver. Hier staat hij. De pijl is hier terecht gekomen. Nou, we gaan vandaag iemand zoeken die aan het begin van het nieuwe jaar deze bloemen wil weggeven aan een ander. We gaan zoeken. Nou, we lopen hier inderdaad te zoeken voor iemand die zegt van ik zou deze bloemen wel weg willen geven. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Ik heb hier een hele mooie bos bloemen. Ja, dat zie je. We zijn van het programma Melange Lokaal, een bloemetje. En ik zou deze aan u willen geven met de vraag... Aan wie wilt u deze bloemen geven? Nou, dan geef ik ze aan mijn vrouw, ik zie het bed. Ach, en dat in het begin van het nieuwe jaar. Yeah. Wat is er gebeurd? Nou, gewoon een griepje. Een gewone griepje. Ja, en hoe hebben jullie de feestdagen doorgebracht? Nou, rustig is om. Ja? Nou, ik heb twee kleine meiden. Dan kun je s'avonds wel de hort op, maar dat schiet niet op. Nee. Nee. Dus nou, we zijn gewoon rustig thuis gebleven, een paar mensen over. En voor de rest niet al te veel. Niet al te veel, ja. En wat hebben de kinderen nog vuurwerk afgestoken? Ik heb een klein pakketje gehaald, joh. Ja, Dat hoort er wel een beetje bij. Ja, maar dat is wel vervelend. Uw vrouw is ziek. Ja. En nou, wat gaat u vertellen als u thuis komt? Nou, tot was ze van de vlog, of van de RTV Katwijk hier stonden. Ja. En dat ik een bloemetje kreeg. Ja, ja. Nou. We wensen in ieder geval haar beterschap. Nou, dank je. En heeft u nog iets voor het nieuwe jaar? Wensen of voornemens? Als het hetzelfde gaat als afgelopen jaar, dan gaat het goed genoeg. Oké. Okay. En nou, we wensen in ieder geval ook namens Melange Lokaal en de bloemetje u heel veel... Dankjewel. Heel veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar. Ja, dat gaat goed komen. Eens gelijk, zou ik zeggen. Ja, oké. Okay, dankjewel. Ja, dankjewel. Dan heb ik nog één ding. Deze pijl, die hadden wij gegooid. Die is vorige keer door iemand gegooid. En eigenlijk mijn vraag is, we gaan weer op zoek naar een volgende persoon die deze bloem zou willen weggeven. Zou u deze persoon, of zou u deze pijl, misschien met uw dochtertje, of alleen even een gooi willen geven in het bord, in de kaart. Dan gaan we kijken waar die terecht is gekomen. Hoe heet ze? Dit is Julia. Dit is Julia. Hallo, goedemorgen. Mijn oudste heet Evie. Ja. En hoe oud is ze? Deze is 2. Okay. En die andere dochter? Die is 5. Die is 5, nou ja. Heb je veel vuurwerk afgestoken? Nou, sap alleen of was je, ben je, heb je geslapen? Ja. Lange honger. Nou, misschien wilt u deze weggooien. Dan gaan we gaan het gewoon in het bord gooien en dan gaan we vanzelf zien waar die terecht is. 1, 2, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan het uitzoeken. Ja, nou, in ieder geval hartelijk bedankt. Nogmaals veel geluk en veel gezondheid in het nieuwe jaar. Nou ja, eens gelijk iedereen die kijkt. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan weer kijken waar die volgende keer... Ja, leuk. Weer ja. Volgende keer, en misschien wel bij u in de straat. Je weet het maar nooit. We hadden de volgende gast, of een van de mensen die functie uitoefent, al wat langer op de rol staan om uit te nodigen. Zijn ze druk bezet, ja. Ja, ze zijn druk bezet. Hartstikke druk. We gaan het bezet. Hebben over de wijkregisseur. Ja, sinds de fusie hebben we natuurlijk wijkregisseurs gekregen. Wij hebben de Rijnsburgse wijkregisseur aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Tom de Butter. Welkom, Tom. Je bent sinds 2006 wijkregisseur? Ja, dat klopt. Wat houdt dat nou precies in? Oké. We zijn na de fusie begonnen met 4 wijkregisseurs. In 5 weken. Valkenburg en Katwijk aan de Rijn waren wat kleiner. Dus dat is, hoewel het echt wel als 2 aparte wijken wordt benaderd, toch door 1 wijkregisseur bediend. En hebben ons vooral gericht op de fysieke buitenruimte en op het beheer. We waren ook aanspreekpunt voor alle burgers,
Want een nieuwe gemeente, niemand weet daar de weg. Nee. En wij waren aardig bekend. Aha. Dus wij wisten de weg. Dus voor de Rijnsburger, die kon bij mij terecht. Dan kon ik dat, ging ik daar verder mee aan het werk. We hebben dat vooral vanuit de fysieke kant ingestoken, omdat we ervan uitgingen als buitenzorg de boel goed op orde is, dan hebben we 80% van de tevredenheid van de burgers te pakken. Ja, je zegt fysiek, wat bedoel je daar echt mee? Dan bedoelen we gewoon met het dagelijks beheer buiten. Dus dan hebben we het over het schoonhouden van de wijk, onderhoud dat. Aan de straten, het groen onderhoud. Dan heb jij heel veel mensen op je bureau gehad natuurlijk. Ja. Ja, dat dacht ik wel. Stoeptegels die verkeerd liggen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. 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 Dus dat soort maar goed, dat moest in eerste instantie. Ja. We hebben dat inmiddels behoorlijk op de rit staan. Dat was echter wel zo druk dat we aan een aantal dingen, en dan hebben we het overal aan wijkregisseur, dat zegt iets over regie. Vooral de regietaken kwamen er eigenlijk niet aan toe. We kunnen nu, anno 2012, de dagelijkse zorg van die buitenruimte handiger en beter organiseren. Dat mocht echter niet extra geld gaan kosten. Dus we doen nu met 3 wijkregisseurs doen we het, maar we hebben het dagelijkse beheer, daar bemoeien we ons niet meer mee. Oh, dat doe je niet meer? Hoe loopt dat dan nu, dat je daar niet mee bemoeit? Dat betekent dat we nu wijkbeheerders hebben die voor de dagelijkse gang van zaken in de wijk, over al die beheerszaken verantwoordelijk zijn. Dus die doen dat zelfstandig. We hadden in het verleden ook dagelijks een telefonisch spreekuur om klachten van mensen ontvangst te nemen. Nou, vorig jaar 1 januari zijn we begonnen met dat mogelijk te maken op internet bijvoorbeeld. Ja. Maar nou, wordt het nou voor de burger nou niet erg onduidelijk? We hebben een wijkbeheerder, we hebben een wijkregisseur. Wijkraad. Ik bedoel, ja. Is het dan, als ik nou, ik bedoel, bij mij liggen de stoeptegels. Nee, bij mijn straat gaat het verzakken. Ja. Dat is echt waar. Echt waar. Echt waar. Er komt een vuilniswagen bij mij in de straat en die gaat die bakken naar boven tillen. Is ook al een groot probleem. Ja. Maar goed, die straat gaat verzakken. Waar moet ik dan naartoe? Gewoon de gemeente bellen of op internet. Makkelijkst op internet. Ja, 24 uur per dag. Ze kennen me al. Oké. Okay. Oh, maar goed, dus dan moet ik dat op internet doen. Maar wat is dan die wijk? Wat zag je nou, de wijkbeheerder? Ja. Wat doet die wijkbeheerder dan? Die melding die je doet op internet, die komt bij die wijkbeheerder terecht. Die gaat ermee aan de wandel. Dus die zie jij eigenlijk als wijkregisseur zie jij die niet meer? Nee. Voor jou niet meer interessant? Nou, dat zal ik niet zeggen, want op het moment dat er een bepaalde lijn in zit, die duidelijk één kant op wijst van jongens, we hebben hier gewoon een structureel probleem, dan is het wel degelijk interessant. Ja, okay. Maar ik hoef geen tijd te besteden aan die individuele klacht dat die opgelost wordt. Nee, precies. Je hebt nog telefonisch spreekuur of gewoon spreekuur? Alleen maar gewoon spreekuur. Gewoon? Ja, telefonisch spreekuur zijn we mee gestopt omdat we A, via internet die klachten goed kunnen ontvangen. Ja, en B, dat werkt goed. Via de telefonistes gaat dat ook uitstekend, want die kunnen over datzelfde systeem beschikken. Ja. En, dus dat, als wij ertussen gaan zitten, is het alleen extra schakel. Ja. Zonder van de tijd, zonder En voor welke wijk zit je? Voor Rijnsburg en? Katwijk aan de Rijn. Katwijk aan de Rijn. Er ook bij. En waar zit je dan? Fysiek zit ik meest op het gemeentehuis hier in Katwijk. Maar ik hou nog steeds in de wijk een fysiek spreekuur. Donderdagmorgens om 8:30. In de wijk? Ja. En waar is dat dan? Bijvoorbeeld in Rijnsburg? Dat is tijdelijk, nu eventjes. Want die zat natuurlijk altijd op het oude gemeentehuis. Ja, ik ga straks ook weer terug naar de Burgt. Naar Burgt. Okay. Ja. Maar nu kan dat even niet, dus nu zit ik in de oude politiepost. Okay. Weten mensen jou te vinden, want dan zit je hier. Dat ook wel? Dat is wel een beetje lastig. Want ik moet nu voor 2 maanden daar ook weer vertrekken, omdat Centrum Jeugd en Gezin een permanente plek krijgt daar. Ja. Dus er moet weer verbouwd gaan worden. Oh, dus ik moet tijdelijk weer eventjes weg. Ja. Ja. Aan de andere kant, die momenten pak je wel om eventjes publiciteit te vragen. En dat helpt dan misschien weer. Dus bij deze kun je zeggen, ik zit nu. Ik ga even van 1 februari tot 1 april ongeveer, tot de Burgt weer open gaat, ga ik ook voor Rijnsburg tijdelijk even in het herenhuis zitten. In het herenhuis. Ja. Heb je dan ook contact met zo'n wijkraad, jij als wijkregisseur? Ja, ik denk, de wijkraad heeft verreweg het meeste contact met de wijkregisseur. Mm-hmm. Als er vergaderingen zijn, dan ben ik erbij. Als zij problemen hebben, vragen hebben, noem maar op, dan loopt dat eigenlijk altijd via de wijkregisseur. Dus wij zijn voor de wijkraad wel een beetje de spil richting de organisatie. Ja. Kun je zeggen nu na die fusie, en we hoeven er iedere keer niet over te hebben, maar is het nou echt allemaal op orde? Weet je, nou, het loopt soepeltjes, het... Je moet altijd blijven streven naar het verbeteren. Maar als je kijkt hoe we buiten op dit moment de boel op orde hebben, dan denk ik dat dat allemaal goed loopt. En dat ook als iemand belt, doorgaans duidelijk is waar het thuis hoort, wie dat op kan pakken en dat het opgepakt gaat worden. Je vindt het een leuke baan, maar wat is nou echt het allerleukste eraan? Ik kom uit een kleine organisatie, gemeente Rijnsburg. En daar mocht ik me met alles bemoeien en dat mag lekker nog steeds. Terwijl in een grote organisatie moet je vaak gaan specialiseren. Ja, dus je mag het nog steeds. Ik mag me overal mee bemoeien, We moeten er eind aan breien. Ik heb nog één vraag wat bij mij in de straat speelt. Want ik ben ooit wel eens een keer
voor mij bij jou. Gooi het op tafel. Ja, ik gooi het op tafel. Bij jou geweest. In bij mijn straat zijn toen een aantal jaren geleden alle bomen weggehaald. Ja. Toen heb ik jou gevraagd, joh, komt daar nog wat voor terug? Ja, ja, als er een keer onderhoud is aan de straat, dan denk ik van ja, wanneer gaan we een keer dat onderhoud plegen aan die straat? Want die straat die is al jaren hartstikke kaal en er stonden best wel leuke bomen, maar... Ja. Ja, dat geeft aan hoe soms dingen door elkaar lopen. De wegbeheerder maakt uiteindelijk een programma van wanneer wordt er nou wat herstraat. En die heeft ook last van voortschrijdend inzicht, om het zo te zeggen. Dus het idee was toen van jongens, dat gebeurt binnen niet heel veel jaren, gaat die straat op de schop. Nu is inmiddels duidelijk dat dat toch niet helemaal zo is. Dus toen heb ik me gemeld bij de groenbeheerder en gezegd van ja, maar er liggen wel de toezeggingen dat die bomen terugkomen. Ja. Dus ga dat dan in ieder geval vooruit trekken. Nou, ik weet niet of dat komende plantseizoen gaat gebeuren. Zou je dan aangekomen bij het hoofdgerecht? Ik ga jou misschien binnenkort weer eens even contacten dan persoonlijk en dan gaan we er nog eens even over praten. Want, ja, maar goed, die bomen zijn al jaren weg. Ja, en dat is toch een stukje groen wat je gewoon mist in Absoluut mee eens. Want, houd in de gaten. Ze moeten terugkomen. Ja. Ja. Leuk. Tom, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Het was interessant om even te praten wat nou inderdaad zo'n wijkregisseur doet. Absoluut, ja, zeker. Zeker weten. Ik hoorde Pieter al. Ja, hij staat te trappelen in de keuken. Te trappelen, dus laten we maar snel teruggaan naar het koken. Zo, zijn we aangekomen bij het hoofdgerecht. Een wrap gevuld met gehakt en geserveerd met een potje guacamole. Nou, we beginnen met de guacamole. Er staat het avocado. Guacamole, daar gaat de zure room bij. Wat gehakte peper. Wat tomaat. Koriander. Wat limoensap. Wat peper. Beetje zout, wat gehakte knoflook. Nou, dit alles meng je met elkaar. En de guacamole is klaar. Zo. De vulling voor de wrap, nou, gebruiken we gehakt. Zetten we pan op het vuur. Laten we verhit worden. Daar wat ui, wat paprika, champignons. En wat jalapeno peper. Niet te veel, want het is echt heel erg pittig. De pan is heet. Nou, daar rollen we het gehakt in. En gebruik een aparte pan om de groente in aan te zetten. Olie in de pan, ui erbij, paprika, champignons en de peper. Doe wat peper en zout bij het gehakt. Zo, goed gehakt bij de groenten. En de vulling is klaar. Nou, dan pakken we twee wraps. Vulling erin. Vaart hem dicht. Nou, een paar telletjes in de oven.
Nou, ze zijn klaar. Het is leuk ze dan door de midden te snijden. Natuurlijk een tipje guacamole erbij. En we kunnen weer aan tafel. Oh, we kunnen aan tafel. We kunnen weer aan tafel. Ja, hij is wel lekker bezig, die Pieter. Ja. Moet je luisteren. Ja. Weet je het nog, van een paar weken terug? Ik zat me te schudden met die ballon. Ik heb hem gevonden. Is hij inmiddels hard geworden? Ja, ik vond hem in de studio. We waren lekker de studio aan het inrichten, want dat moeten we ook allemaal gezellig doen. En toen vond ik hem. Nou, is hij niet leuk geworden? Merry Christmas. Nou jongens, van volgend jaar hoor. Maar goed, die geven we niet weg. We willen dat leuke spreukenboekje aan u weggeven. Ja. En, maar dan willen wij weten, wat betekent de spreuk in een bos wezen? In een bos wezen. In een bos wezen. Nou, uw oplossing naar postbus 322-20-AH in Katwijk. Een mailtje naar melangelokaal@rtvkatwijk.nl. Of een smsje naar sms nummer 3010. U toestaan in het woord win, spatie, ml, spatie en dan het antwoord. En dan wint u dus dit leuke boekje met al die Katwijkse uitdrukkingen en gezegdes in het Katwijkse dialect. Ja. Ik heb nog wat, ben nog niet klaar. Jij hebt nog wat? Ja, kijk. Ik zie daar twee. Ja. Ja, wat zijn dat eigenlijk? Het zijn spookjes. Spookjes. Ik dacht eerst dat het Barbara Papa, Barbara Mama was. En zou, maar kunnen ze ook voor doorgaan? Ik weet niet, even kijken wie bepaalt. Ja, zo. Nee, het is broer en zus. Maar je kunt er een fles mee. Op een flesje wijn. Op een flesje wijn. Maar is hij dan ook. Ja, volgens mij zaagt hij vacuüm hoor. Zaagt hij gelijk vacuüm? Ja. Ja? Leuk, hè? Oké. Okay. Nou, erg leuk. Weer zo'n leuk hebben dingetje. Staat leuk op je fles. Tuurlijk hebben wij weer muziek, ook in het nieuwe jaar. En we hebben een nieuwe zangeres, die komt helemaal uit Drenthe. Van Oom Tjedde. Van Tjedde? Van Oom Tjedde. Oom Tjedde? Emmer Kompaskum. Emmer Kompaskum. Want daar woont Oom. Oh, dan ga ik Katwijks praten. Oh, dat gaat helemaal niet goed. Daar woont Oom Tjedde. Ken je Oom Tjedde, Maria? Nee. Maria Wever, welkom in de uitzending. Jij komt helemaal uit Emmer Kompaskum. Ja. Dat is een eind weg. Ja, klopt. Maar wat leuk dat je er bent. Dank je. Ben je lang zangeres? 15 jaar. 15 jaar? Ja. En is het je vak of doe je er nog ook wat bij? Ik werk ook. Ik doe schoolkinderen of taxi vervoer schoolkinderen. Okay. Ja, ja. En nou, naast dit werk dus, treed ik op weekenden. 15 jaar zing je al. Hoe is dat zo gekomen? Stond je lekker te zingen onder de douche of in bad? Of waarom denk je van, nou, ik wil gaan optreden? Via mijn moeder. Mijn moeder die zong country nummers. Mm-hmm. En zij heeft heel wat vaantjes, bekertjes gehad en eerste, tweede, derde plekken. En ja, en country sprak mij eigenlijk ook wel aan. En ten eerste muziek, maar de zang ook, vond ik ook mooi. En, is het alleen dan country wat je zingt? Of, Nee, ik ben nu pas sinds vorig jaar begonnen met een eerste Nederlandstalig nummer. En ook een beetje op country basis. En de tweede nummer is meer Nederslager. Mm-hmm. Dat kunt u was allemaal Engelstalig, neem ik aan. Waarom dan die overstap een beetje naar dat Nederlandstalige? Omdat country in onze regio niet haalbaar is meer. Is geen raasje meer. Was het wel een raasje dan? Ja. Ja? Ja. En hoe komt het dan dat het, niet meer zo, dat het niet meer zo in is dan? Wordt niet meer gedraaid. Line dancing nog wel. Dat wordt er nog volop gedaan, maar echt country, nee. Okay. En wat treed je op? Waar ik op treed is België, Nijmegen, Eindhoven, Den Bosch, Hogeveen. Oh. Sappemeer. Oh. Dat leerden we vroeger op school, Hogeveen, Sappemeer.
En nu in Katwijk. En nu hier in Katwijk. Dus eigenlijk door heel Nederland en ook een beetje dan België, hoor ik zeggen. Hoe kom je dan zo in België? Daar heb ik een collega van mij zitten, die is ook zangeres. En ik heb daar meegedaan met H-Factor. Ja. Okay. H-Factor, wat is dat? H-Factor, dezelfde als talenten, ja. Oh, oké. Okay. En mogen we weten hoe het afgelopen is? ik was niet haalbaar. Je was niet haalbaar? Nee, ik was wel goed. Goede complimenten wel, maar ik heb het niet gered. Er waren, maar het kan jou schelen. Er waren andere mooie. Oh, maar het kan jou schelen. Je bent nu bij RTV Katwijk. Ja. Hartelijk dat je bent. Je gaat een nummer zingen dat heet Op zoek naar liefde. Ja. En dat is een beetje een... Nederslager. Nederslager. Ja. Wat is Nederslager dan? Ja, meer op Duits... Ja, Nederlands-Duits. Oh, okay. Op zoek naar liefde. Nou, we gaan het weer leven. Loop alvast naar de vloer toe en dan gaan we jou zo aankondigen. Leuk. Is goed. En dan zie je jou zo terug, want we gaan eerst nog even... Wil ik jullie dit als presentje geven? Oh, mag ik jullie houden? Dus. Dan gaan we zeker. Ik zal hem in de radiostudio ook leggen, deze cd. Dan kunnen ze hem op de radio ook draaien. Ja, oké. Okay. Dankjewel. We zien jou zo terug. Ja, is goed. Maar we gaan nog even naar... De keuken. We gaan nog één keer naar Want naar u weet het, hè? Ik ben van de toetjes en volgens mij komt er weer een heerlijk toetje aan. Welkom terug. Zijn we aangekomen bij het nagerecht. Kletskoppen met vanille ijs en warme karamelsaus. Nou, kletskoppen. Een beslagje met bastardsuiker, bloem, gesmolten boter, kaneel en wat zout. En gehakte amandelen. Nou, op een plaatje. Je maakt er bolletjes van. En je drukt ze uit. Dan gaan ze in de oven op 200 graden. Dan moet je zelf een beetje in de gaten houden zodat ze bruin zijn. Dan als je eruit laat je ze afkoelen en wordt ze hard. De warme karamelsaus. Die heb ik al op vuur gezet. Dat is 1 deciliter water, 200 gram suiker. En dat laat je karamelliseren. De kletskoppen zijn klaar. Kunnen ze af laten koelen. Nou, je ziet dat die... Gaat karamelliseren. Mooie bruine kleur. Dan gaat de room erbij. Die heb ik al iets warm gemaakt. Anders komt hij in één keer omhoog. Nou, dan monteer hem af met wat boter. Zo. Dan gaan we afmaken. Natuurlijk een toefje room erbij. En dit recept is natuurlijk terug te vinden op www.melangelokaal.nl. Graag tot de volgende keer. Doei doei! Daar gaan we lijn. Ja, je hebt het altijd over het toetje, maar daar gaat je Ja, dit is zo... En dan zeg je toch niet, sorry op Piet, ik geef maar een kopje koffie. Ik zou lekker in therapie gaan bij Mirjam Bosch. Ja. Ja, toch? We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit programma, maar ik wil het even met u hebben over de uitzending in maart. We gaan nog een uitzending in februari maken, maar dan een uitzending in maart. En die staat geheel in het teken van wonen.
En wel van huizen kopen naar huizen verkopen. Nou, daar hebben we allemaal leuke items over. Er komen leuke mensen langs. Maar heeft u zelf een huis in de verkoop en lopen ze niet zo hard? Of kent u iemand wiens huis te koop staat al jaren? U krijgt de gelegenheid om in 30 seconden uw huis aan de kijker te tonen. Vier huizen? Vier mensen mogen dat, dus vier huizen gaan we langs. Maar we willen dan graag even dat u een briefje schrijft of u mailt naar ons met duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer en waar dat huis staat wat u in de verkoop heeft. Want we willen alle dorpskermen dan even langs. Dus wilt u in 30 seconden uw huis aanprijzen? Schrijf ons naar Postbus 322-20AH in Katwijk of even een mailtje naar melangelokaal@rdvkatwijk.nl. En het is toch gratis reclame voor zo'n huis. Dus precies. Als je huis al lang te koop staat, ik zou het zeker proberen. Ja, dus massaal, wij komen met de camera bij u langs. Ja. Het zit er bijna weer op. Het zit er al bijna weer op. We gaan zo luisteren naar Marja. Het is weer snel gegaan. Heel snel. Zo'n melangelokaal. We hebben lekker het voorjaar in huis gehaald. Ja, leuk, we hopen dat het voorjaar ook gaat komen. We hebben een beetje vorst gehad, hè, maar de schaatsen kunnen volgens mij nog in het vet blijven. Wat ons betreft, wij zijn er weer in februari. Ja, in februari met een nieuwe Melange Lokaal. En wij gaan nog even kijken en luisteren natuurlijk naar zangeres Marja Wever. En zij gaat zingen. Op zoek naar liefde. Graag tot de volgende maand. Op zoek naar liefde, naar warmte, een teken van geluk. Want sinds jij hier verdween, vielen mijn dromen stuk. Op zoek naar liefde, naar hartstocht, twee armen om me heen. Want dan voel ik me niet meer zo alleen. We hebben samen gelachen, samen gehuild, zoveel beleefd. We deelden de tranen, we deelden de vreugde, bij jou kon ik alles kwijt. Maar die ander kwam, en die ander nam jou weg van mij. Op zoek naar liefde, naar warmte, een teken van geluk. Want sinds jij hier verdween, vielen mijn dromen stuk. Op zoek naar liefde, naar hartstocht, twee armen om me heen. Want dan voel ik me niet meer zo alleen. Wist niet wat er gebeurde, het ging zo snel, jij bent weggegaan. Ik hoor nog steeds jouw woorden, het is voorgoed over en de tijd bleef staan. Ik heb vanaf dat moment alleen verdriet gekend, verdriet om jou. Op zoek naar liefde, naar warmte, een teken van geluk. Want sinds jij hier verdween, vielen mijn dromen stuk. Op zoek naar liefde, naar hartstocht, twee armen.